Mitchell, jullie verliezen hier met 3-1 van NAC Breda. Ja, het was in de eerste helft al gedaan eigenlijk, hè? Ja, 22 minuten. En dat is heel teleurstellend. Je komt hier met de gedachte van wij moeten laten zien wat onze kwaliteiten zijn. Van tevoren praten we over de eerste 20 minuten, die moeten we goed doorkomen. NAC wil voor het eigen thuispubliek pressen, die wil laten zien, die wil het verschil maken. Dat kunnen we nog redelijk, dan komen we er al uit. En dan cornerbal 1-0 achter. Denk ik, ja, dan maak je de tegenstander makkelijk. En na 8 minuten weer een cornerbal en dan staat 2-0. En dan begint de ambiance wel mee te spelen, maar niet in je voordeel. En dan, ja, dan is het moeilijk. Dan hebben we overal moeite mee. En dan gaan we ons verschuilen. We komen niet in de duels, we komen er niet meer uit. En dan, ja, dan is het heel teleurstellend om te zien hoe je dan aan het voetballen bent. Nou, dan is het consolideren, om in ieder geval in die wedstrijd te blijven. Nou, dan denk ik op een moment, nou, we hebben het weer een beetje onder controle. We staan weer wat beter, we komen er wat vaker uit. Ja, dan krijg je 3-0 tegen. Ja, en dan is het een hele harde klap. En dan mag je blij zijn dat het 3-0 blijft met rust. NAC vindt het wel goed. Wij komen, we hebben nog één goede kans met Tom van Imschot die op de paal schiet. Nou, dan wordt het wat draaglijker. Maar dan is het de eerste helft was heel teleurstellend. En dan heb je 22 minuten gespeeld en dan is het gedaan. Opvallend was dat die eerste twee goals uit corners vielen. Is dat toeval? Nou, we hebben in het begin van het seizoen hebben we wat problemen gehad met de standaard situaties. En dat is daarna eigenlijk goed opgepakt. En wij moeten het sowieso niet hebben van onze lengte en van onze kracht. Maar we hebben het daarna goed opgepakt. En vandaag binnen 8 minuten 2 keer. Dus ja, dan maken het de tegenstander makkelijk. Omdat dan te maken heeft van, hey, hoe start je? Wat wil je doen? Dan moet een ploeg heel veel doen normaal gesproken om te scoren. En dit is dan heel erg makkelijk. En daar hebben we in het begin van het seizoen ook problemen mee gehad. Ik herinner me de thuiswedstrijd tegen NAC. Dan spelen we goed. En dan na een uur staan we ook achter door een vrije trap van de zijkant. Ja, dan maken het een ploeg zoals NAC. Zeker als ze thuis spelen met een fanatieke supporters erachter hun. Ja, dan maken de ploeg te makkelijk. En als je dan de tweede tegenkrijgt na 8 minuten. Ja, wat ik net al zeg, dan kan ja, je draaiboek weer in de kast en dan komt het op andere dingen aan en dan moet je bikkelen, dan moet je duel spelen en dat zijn allemaal clichés. Alleen ja, daar komt het wel op neer, want dan is het belangrijk wie erop staat en dat is vandaag zeker de eerste helft niet gebeurd. Nee, verwijt je dat je ploeg een beetje? Sommige mensen? Nou ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Kijk, als het goed gaat, dan loopt iedereen mee en dan gaat alles goed. En dit zijn dan de wedstrijden. Het is heel zuur, zeker voor je supporters die mee zijn gekomen. Die mensen die hebben een verwachtingspatroon, die komen mee, die komen je steunen. Alleen dit zijn wel de wedstrijden waar je wat van gaat leren. En hoe moeilijk dat ook is. En af en toe dan zit je in de teleurstelling. Maar dit zijn wel de momenten dat je zegt van, hey, wacht eens even jongens. Wat had hij beter gemoeten? En dan had hem zeker de eerste helft een heleboel beter gemoeten. De tweede helft ook. Zeker toen we met één man meer kwamen te spelen. Dan hadden we, in ieder geval scoren we 3-1. En dan denk ik van, nou, misschien kan het nog. Maar ook toen zag ik van, het geloof was er niet echt. We hadden moeite met de omstandigheden. Het veld hadden we moeite mee. En dat zijn geen excuses. Maar die speelden niet mee. We hebben 3 kleine kansjes gehad. Maar dan zag je van, hé, hey, vandaag was het even niet. Dat zat er gewoon niet in. Nou ja, dat is een harde constatering. Dat heb ik ook in afloop tegen de ploeg gezegd. En we winnen met z'n allen en we verliezen met z'n allen. En ik ben daar verantwoordelijk voor, dus dat is niet zo moeilijk. Alleen je verwacht veel meer daarvan. En dit zijn, wat ik net al zeg, dit zijn de momenten. Dit is een grote uitdaging om hier gewoon op dit podium te kijken van waar je staat als team. Nou, en dat is gewogen en te licht bevonden. En zeker op basis van de eerste helft. De eerste twee wedstrijden nu, na de winterstop. Eentje gelijk, eentje verloren. Geen man overboord, maar maak je zorgen? Nou, geen man overboord, dat absoluut niet. Alleen het vertoonde veldspel heb ik niet gezien. En dan maak ik me wel zorgen over, want daar moeten we het van hebben. En dat hebben we al het hele seizoen gedaan. En dan kan je een keer verliezen, en je kan een keer gelijk spelen of je kan een keer winnen. Maar het gaat erom van waar we mee bezig zijn. En dat heb ik nu 2 wedstrijden te weinig gezien. Ik denk dat de intenties zeker vandaag beter waren dan afgelopen vrijdag. Vrijdag waren we niet aanwezig, daar hadden we er heel veel moeite mee. Maar je blijft wel in de wedstrijd. En nu vandaag denk ik dat de intenties er wel waren, dat iedereen ook hier bij deze wedstrijd bij NAC goed wilde spelen. Alleen het vertoonde spel is dan te matig. Je kan verliezen met 3-1, maar je kan wel je eigen spel spelen. En dat hebben we vandaag niet gedaan. En dat kunnen we onszelf verwijten.